Ja, ik heb het gezien. Ja, op Facebook stond het ook al. Het is schandalig. Ja, dat hoort niet hier, hè. Als ik Alaaf zeg, wat zegt u dan? Dat zeggen wij niet in Den Bosch. Nee. Dat is verboden in Den Bosch. Limburg. Dat past hier niet. Alaaf? Nee. Kan niet, hè. In Den Bosch. Nee. En wat vindt u hiervan? Dat meen je niet. Ja, dat is dat marketingbureau dat moet echt, echt op Oeteldonkse clubles, zeg maar. Nee, ja, dat kan toch niet? Dat kan niet. Er hangt Alaaf in het bushokje. Ja, dat is heel fout. Oh! Volgens mij is het in Den Bosch geen Alaaf. Nee. Waarom is Alaaf zo erg? Nou, in Oeteldonk zeggen wij nooit Alaaf. Never. Nee, als je de prins tegenkomt, dan ga je toch niet als een Mongool Alaaf zitten roepen. Maar dan? Gewoon hoi prins. Ja, maar dat is een reclame van Jägermeister, die snappen er ook geen bal van. Je drinkt een schrobbelair of jenever. Ja, wie drinkt er nou Jägermeister? Met carnaval. Ja, ben ook niet goed bij Westers, hè? Nee. Nee. Wat moet er nu gebeuren met al die posters? Ja, weghalen. Ja, nee, dat is niet de bos. Nou, ik denk dat er een paar stenen erheen gaan door de hele stad. Alaaf staat er. Ja. Dat mag toch helemaal niet in Oeteldonk? Waarom niet? Ja, dat zeggen jullie altijd in Oeteldonk. Ja, waarom mag dat niet dan? Ja, dat hebben ze verboden hier. Oh, heb ik niks van meegekregen. Als ik Alaaf zeg, wat zegt u dan? Alaaf terug. Ja? Ja. Mag het wel hier dan? Tuurlijk. Dat mag hier toch helemaal niet? Waarom niet? Dat is verboden, zegt iedereen altijd in Oeteldonk. Oh, dan ben ik niet op de hoogte ervan.